Luc Bosveld, wij staan hier na de wedstrijd die we zojuist gespeeld hebben tegen UDI 19. Met op de achtergrond het hoofdveld van UDI in Uden. Welke wedstrijd heb jij gezien? Nou, de eerste helft begonnen we slecht. We zetten niet goed druk op de man. Mm-hmm. Dus... Oké, okay, en toen de tweede deel van de eerste helft gingen we wat beter spelen? Ja, klopt. Ja? Toen hadden we ook een mooie goal uit de corner van Kai. Ja. Okay. De tweede helft veel balverlies. Ja. Was eigenlijk overleven, nog een paar keer van de lijn afgehaald. Ja. En de laatste minuut hebben wij nog een goal gescoord. Ja, dus we eindigen hier met 2-2, ja. Met samengeknepen billen, hè, zoals de ouders dat dan zeggen. Ja. Hoe kun jij het verschil verklaren tussen de eerste helft, hè, waar we zeker gelijkwaardig waren, en de tweede helft, waar we enorm onder druk stonden? Welke verschillen zag jij tussen de eerste en de tweede helft? Ja, heel veel balverlies. Dus dan in de eerste helft viel dat wel mee. Waren we wel goed aan de bal. Ja. Ja, en de tweede helft niet. Nee. En dan komen we vlak voor tijd een beetje stiekem, hè? Scoren we nog de 2-2. Ja. Ik weet dat veel supporters beweerden dat Anouar hens gemaakt had. Kon je het zien? Stond je er dichtbij? Ik heb het niet gezien. Oké. Okay. En toen was het met pijn en moeite de bal over de streep. We haalden ook een paar gele kaarten, geloof ik. Hoeveel hadden we er? 2 of 3. Ja, ik dacht zelf 2 als ik goed geteld had. Dus dat kun je dan met recht noemen een zwaar bevochten overwinning. Ja. Betekent dat we UDI 1 puntje achter ons houden. Of we nog bovenaan staan, hangt er vanaf wat Bemmel vandaag gedaan heeft. Ja. We hebben nog 2 wedstrijden te gaan voor de winterstop. Wat zou jouw advies zijn aan een team? Wat moeten we de volgende 2 wedstrijden beter doen dan vandaag? Nou, meer met de bal doen. Goed inspelen, strakkere ballen. En strijden. En strijden, ja, dat lijkt me goed. Dat hebben we in ieder geval vandaag gedaan. Ja. Misschien was het voetbal niet helemaal geweldig, maar strijdend denk je dat we het erg goed gedaan hebben. Ja. Oké, okay, nou, nog 2 keer knallen. Dan kunnen we lekker onder de kerstboom zitten en oliebollen eten. Bedankt voor het interview. Veel succes van de week op de training en tot zaterdag. Tot zaterdag.